Ik ben Luna May. Ik woon in Almere. Ik ben een artiest. Schrijf liedjes, zing, ik voer ze uit. Daarna schilder ik ook. Af en toe doe ik ook backing vocals bij Ronnie Flex, twee shows met Anouk. Maar daarnaast heb ik altijd mijn eigen muziek gemaakt. En mede door Carte Blanche ga ik daar nu al mijn tijd volledig insteken. I still sleep in your pajamas. I still drink pina coladas. I'm still getting my own dollars. Tell me, do you like it? Oh. Carte Blanche is een productiehuis op initiatief van provincie Flevoland. En wij investeren in makers, publiek en de sector. Like all the photos that I post and I do the same. Ze helpen eigenlijk bij het zaadje, zeg maar, wat ik heb geplant. Die zullen zij helpen om dat in plaats van een mooi bloemetje, hoe ik het zelf zeg maar zou kunnen kweken. Kunnen zij tot een hele bos, denk ik, maken, om maar even zo te zeggen. Doordat ze gewoon helpen met faciliteren van alle zaken eromheen. Maar ook het zakelijke, zeg maar. Normaal doe ik heel veel zelf en draag ik superveel petten. Maar doordat zij, of ik kan het nu eigenlijk uit handen geven aan hun. En me echt een keer focussen echt op het creatieve gedeelte. I never do you wrong. Economisch leeft het gewoon heel erg op dat je dus veel meer bedrijvigheid in de omgeving kan krijgen. Dat we met Carte Blanche de ruimte krijgen om grote producties en professionele stukken te maken en hier ook te houden, zorgt ook gewoon voor dat er veel meer gebeurt. Mag veel bruisender en dat is gewoon heel tof als dat op deze manier kan. Love it, oh my god, dit is echt hard. Wat ik hier in handen heb is onze eigen Carte Blanche magazine, waarbij we letterlijk makers Carte Blanche geven om een pagina vullend nieuw werk te maken. Dit doen we 4 keer per jaar. En het leuke daarvan is dat je echt gewoon kan zien hoeveel talent en makers we ook hebben. Ik keek door het magazine en ik dacht, wow, is dit al die tijd hier, zeg maar. Dus het was voor mij een aangename verrassing en biedt dus echt in Flevoland zelf ook echt toffe mogelijkheden. You said you never let me go. Never let me go, baby. Never het allerbijzondere van dit programma is dat dit nog helemaal niet in Nederland bestaat. Er bestaat geen productiehuis waarbij je als vanuit de initiatief van de provincie die zegt wij vinden echt dat het anders moet. En dat je dus gewoon echt gaat investeren in je makers. Dat is nergens. En we zijn eindelijk gewoon een keer koploper. En dat is denk ik heel bijzonder. Ik ben super, super enthousiast en excited. Ik voel helemaal een soort van verliefdheid voor dit project om daarmee aan de slag te gaan en om eigenlijk die dromen, dat worden nu meer doelen en uiteindelijk is het dan de bedoeling dat al die visioenen die ik in mijn hoofd heb echt waarheid kan maken.